Alright boys, welkom terug bij Need for Speed Heat. En vandaag gaan we weer een nieuwe auto aanschaffen. En volgens mij zag je het al in de titel staan, of waar het ook mag wezen. En we gaan vandaag de Pagani Huayra kopen. Die auto was vrij prijzig, volgens mij 1,6 mil. Dus zul je misschien afvragen, hoe in hemelsnaam kom je aan 1,8 mil? Ik zal het zo meteen vertellen. Maar ja, we hebben dus genoeg geld gespaard. Weet je, we gaan gewoon gelijk naar buiten, we gaan gelijk die auto aanschaffen. De reden hoe ik aan zoveel geld kom zo snel, is een best wel makkelijke methode. Geen cheats. Nogmaals, ik hou niet van cheaten. Maar wat ik heb gedaan is, er zit een race hier buiten die je continu kan blijven doen. En de eerste keer dat je hem rijdt, krijg je 50k. En de tweede keer krijg je 38k. En telkens krijg je minder geld. Alleen het voordeel is, deze race zit naast die woning. Dus wat je kan doen is, kijk, dat is deze race. Kijk, hier ook. Je doet die race, je wint hem. Je gaat weer naar binnen en hij reset. Dus dan kan je weer opnieuw die 50k doen. Dus wat ik telkens deed, ik deed 1 keer 50k, 1 keer 38k. Ging ik naar binnen, reset dat, deed ik weer 50k, 38k, ging ik weer naar binnen. Dat was een beetje mijn methode. Het is een hele simpele race, dus vandaar dat je dat gewoon heel brain dead kan blijven grinden. Ik kan me herinneren dat ik laatst had twijfelen tussen de Pagani Huayra en de McLaren P1. Ik dacht dat ze even duur waren, maar nee. Die P1 is veel goedkoper, dus misschien hebben we die binnenkort alsnog kopen. Maar nu dus als eerste de Huayra. Kijk, 1,6. En hier heb je ook een McLaren P1, alleen deze GTR. Die wilde ik sowieso niet halen, want deze kan je niet aanpassen. En ik zou dan toch graag wel wat dingen willen aanpassen. En dan zou ik waarschijnlijk deze hebben genomen voor 780k. Dus misschien hebben we de binnenkort doen. We hebben ook nog steeds de Koenigsegg. Maar vandaag staat in het teken van de Pagani Huayra BC 1,6 mil. We zijn weer poor. Ik hoop dat dat voldoende is voor de upgrades. Dat is ook nog een dingetje. Oh boy, dit is de real deal, jongens. Dit is zo'n brute bakken. Het is zonder dat deze game geen cockpit view heeft. Want die cockpit van deze auto is bruut. Maar ja, wij gaan hem eens even pimpen. Ik weet niet in hoeverre dat kan. En weet je, eigenlijk moet je hier niks aan doen. Deze auto is in mijn ogen een beetje timeless. Deze wordt al alsmaar mooier naarmate tijd vordert. Maar we gaan toch eens even kijken wat we ermee kunnen sleutelen. En we moeten zo meteen ook nog wat upgrades opgooien. Misschien dat ik eerst even een race doe zonder upgrades. Kan wel lachen zijn. Want hij is volgens mij standaard sowieso al best wel snel. Dus kijken welk level de ding is. 338, standaard. Dat is flink. Al is die power is nog best wel laag. Dat vind ik een beetje vaag. Dat hadden we laatst ook al over. Ik weet niet precies wat die power inhoudt. Want het heeft niks te maken met topspeed. Dus dat is een beetje raar. Anyways, we gaan aan de slag met bodywork. Wat kan ik hiermee doen? We kunnen de voorbumper aanpassen naar een... No. No. Ik denk niet dat we hier heel veel aan gaan doen. Grote vraag is, kunnen we iets doen met fenders? Ga je naar serieus? Dit zijn waarschijnlijk de mooiste spiegels in een auto ever. En dan halen we ze weg, natuurlijk. Maar er is in ieder geval geen whitebody versie. Is misschien ook maar goed ook. Ik was gewoon benieuwd of dat kon. Kunnen die achterlichten aanpassen? Is een optie. Maar ja, hier is inderdaad niet heel veel mogelijk. Is ook helemaal prima. Oh, oh! Wait, what? Dit doet me meer denken aan de Zonda. Kan op zich wel geinig zijn. Ik vind het ergens wel jammer dat dit de BC is en niet de gewone Huayra. Want het zou wel nice zijn als je er een Huayra van kon maken. Oh, god. Kan ik 4 van die uitlaten doen dat ze verder uitsteken? Nee. De diffuser. Dude, die is zo sick, die standaard diffuser. Dat is verschrikkelijk. Wat willen we daarmee doen? Oh. Nope. Jesus. Het heeft wel... die standaard spoiler is ook zo nice bij deze auto. Er valt eigenlijk niks aan te passen. Hij is gewoon perfect. Wait, ik kan de trim? Huh? Welke trim? Oh, daar is die streep. Huh? Waarom zou ik dat doen? Nee, joh. Oh, ja hoor. Dit ziet er clean uit, gek. Dat is zo'n vette combi met die gouden velgen. Nou moeten we dus gaan kijken voor de upgrades. En ik heb sowieso niet veel liggen. Weet je, ik zei dat ik hem standaard zou laten, right? We gaan eerst even reizen als hij nou is. We doen het overdag. Dan gaan we daarna wat upgrades opgooien. En dan doen we wel een nachtrace of zo. En het is moeilijk om te zien dat hij blauw is. Hier kan je het wel een beetje zien. Hij lijkt voornamelijk zwart. Dat is een beetje jammer. Misschien dat ik zo meteen zoek naar een andere livery. Maar dit is wel echt een hele zieke bak. Mm-mm. En ergens wil ik eigenlijk die spoiler aanpassen. Alleen, weet je, ik vind dit de mooiste spoiler die ertussen zit.
toch ook wat anders proberen straks. Hier hebben we een race. Waarschijnlijk ben ik alsnog overleveld. Alleen het ding is nou wel... Oh, wauw, dit is vrijwel perfect. Het ding is, ik heb maar één Nostank. En dat is niet veel. Wat zouden jullie kiezen? Mijn auto of alles wat hij nou meerijdt? Waarschijnlijk hou je nog geld over zelfs. Het laatste is waarschijnlijk wel een betere deal. Maar je kan niet ontkennen dat deze Huayra niet echt mokerdik is. En dit zou gelijk een goede test zijn voor deze auto. Met al die, al die slingerwegen. Neem aan. Ga je nou serieus? Stel je verrekkelingen. Ik ga ervan uit dat het toch wel een beetje lekker moet rijden. I mean, ten eerste 1.6 mil. Maar dit is ook de BC. Het is toch een beetje de hardcore versie van de gewone Huayra. Zou je zeggen. We gaan het zien. Zolang ik in ieder geval maar niet in het drift ga, ben ik al lang happy. Want dat is vaak het ding. Ja, als een bocht iets scherp... Ja, hier heb je het al. Dan ga je gelijk in een drift. En dat is zo naar in dit spel. Ik weet wel dat ik ze juist hier... sowieso ingehalen. Nummer 1 is alweer lekker snel weg. Ik heb maar 1 Nostank, dus... Duurt een beetje lang. Maar eerste lap en we rijden derde is oké. Het zal niet lang, lang duren voordat we tweede ook rijden. Ik merk dat hij vooral nou gewoon niet heel snel is. Kijk, hij rijdt prima, maar hij is gewoon niet super snel. Als we dat fixen, dan is dit waarschijnlijk wel een nice auto. Maar ik, ja, kijk. Ik loop niet echt in. Ik rijd 200. Oh. En de laatste keer toen met die BMW M3 reed wij ruim 300. Dus dat is al wel een flink verschil. Ik weet ook niet precies waar dat level op gebaseerd is. Die 338. Van deze auto. Ik ga gewoon zo. Don't care. Ik ga nummer 1 niet inhalen. Die is veel te snel. Ik loop niks in op hem. Hij loopt zelfs uit op mij volgens mij. Nou ja, misschien wel. Het kan zijn dat we dit net wel, net niet. Als ik wat extra NOS had gehad. Had dat het verschil kunnen zijn. Je moet die NOS niet onderschatten. Dat is echt een lifesaver. Kijk, ik zit er nou toch wel redelijk kort achter. Maar ik ben gewoon niet snel genoeg, denk ik. Want ik zit er kort achter. We reden het 200 meter achter. We rijden al 100 meter achter. Oh, shit. Ah, hier is het einde al. Nog een paar flauwe bochtjes. NOS! Nee, dat is net niet. Sint. 500 meter. Als ik nou nog één Nostankie had, jongen. Nog één. Maar kijk, 30 meter, man. Oh. Had hem kunnen zijn. Misschien als we in de eerste paar laps al beter hadden gereden. Maar ja, om terug te komen wat ik net zei. Ik weet niet waar dat level op gebaseerd is. Het heeft volgens mij niet echt direct iets te maken met performance. Is het eigenlijk ooit echt mooi weer in deze game? Volgens mij is het altijd een beetje zoals nou. Een beetje vies, bewolkt, laag zonnetje. Ik kan niet zeggen dat ik ooit echt mooi weer heb gezien in dit spel. Misschien heb ik het verkeerd hoor, maar... Allright, we zijn hier voor weer bijna thuis. Volgens mij hier links is onze woning ergens. Maar hier zit geen weg. Toen had ik de laatste keer ook al, toen crashte ik. Toen zag ik zo'n stippel lijn, toen dacht ik dat het weg was. Toen reed ik vol in een vangrail aan. Een beetje flauw. Maar hier is ergens de woning. We zijn even naar binnen. Upgrade. Weet je wat, we kunnen ook hier gewoon upgrades aanschaffen. Ik doe het hier wel gewoon. We rijden daar toch langs. Ik geloof niet dat ik heel veel upgrades zou hebben anders. Ik ga me sowieso weer 200k kosten, denk ik. Oh boy. Ik heb bijna al mijn geld opgemaakt. Dat is ten eerste een probleem. Maar ten tweede... Ah, dit is jammer. Ik wil eigenlijk deze hebben. 5x3. We doen 4x3. Maar kijk die stats. Dat is een flink verschil. De suspension. We gaan voor een... Waarschijnlijk een track. Ja, we gaan voor track. Dit ding is... Oef. Ik zou hier nog wat andere dingen kunnen doen. Iets wat mij de laatste keer zou hebben geholpen... is die repair kit. Heb ik toen niet gedaan. Ik vind zulke dingen eigenlijk een beetje flauw. Het houdt de game wat spannender wanneer je dat niet hebt. Dus dat doen we niet. Maar ik heb echt ruim 200k volgens mij opgemaakt. Dit ding is naar level 400 plus. Hij is wel een tikkeltje sneller, ja. Oké, weet je wat je doen? Ik ga heel even naar binnen. Ik zoek nog even een andere livery, want ik vind hem iets te donker zo. En dan zie ik jullie zo meteen in de nacht. En dan gaan wij races rijden. Damn, boy! Dit ziet er sick uit, yo. Je kan me vertellen wat je wil. Dit is nice. Die combinatie met die velgen. Mwah, chef's kiss. Ik heb trouwens ook die spoiler aangepast. Al vind ik die standaard spoiler heel vet. Ik dacht, we proberen even iets anders. Dit past ook wel. Maar we gaan nou dus racen. En ik dacht, anders zie je het eigenlijk niet. Want in de nacht dan is het toch veel te donker. Maar wij gaan nachtraces doen. Kijk, hier kan je helemaal niks zien.
Nou, het is alsnog gewoon pikzwart. En dat is jammer. Maar ja, hey, dan weet je wat? Er zaten niet heel veel vette liveries bij. Ik denk, ik doe het zelf wel gewoon. Had een ziek idee. Ik had trouwens nou die livery erop kunnen laten zitten. Of die streep. Misschien was die, is die streep dan nog wel nice geweest. Volgens mij was die wit. Huh. Ik weet niet of ik nagedacht. Maar ja, we hebben dus nou een snellere auto. Dan gaan we op zoek naar snelle races. Hopelijk zometeen weer de heat races doen. En dan niet opgepakt worden. Wink, wink. Dat is een beetje lullig de laatste keer. Waar zitten eigenlijk al die level 400 races? Ah, daar zit hij. Hey. Weet je wat, dan gaan we eerst daar naartoe. En dan misschien hebben we later die anderen te doen. Dit is trouwens nog heel dichtbij ook. Toppie. 400. Volgens mij is dit een van de weinige auto's die ik 400 heb. Meestal gooi ik niet al die upgrades erop, want dat is niet echt nodig. Had nou op zich ook niet gehoeven. Ik dacht, weet je wat, ik ben lekker aan het spenderen. Deze auto was al zo duur, dus dan maakt het ook niks meer uit. Maar ik heb nou dus nog 40k over. Van de 1,8 mil die ik had in het begin. Het gaat hard. Heel hard zelfs. Wat is deze race? Ring Racer. Is het een rondje om de hele map heen? Zou je wel zeggen met een naam als dit? Huh. Alright. Kom maar op, jongens. In de Panini-mobiel. Met 4 grote tanken NOS. Dit komt goed. Dit komt goed. Hoop ik. Ik ben benieuwd hoe lang deze race is. Dat is vooral het ding. Ik heb geen idee. Dit is in ieder geval een sprintrace en geen lap race. En die zijn er niet zo heel veel. Heb ik het idee. En trouwens, bij en nachtraces zijn het volgens mij wel vaak. Vaker sprintraces, right? I don't know. Maar ja. Wee. Dit is een flinke race, volgens mij. 11% nou? Huh. Oh, nummer 1 is snel. Yo. Hoe is die vent zo snel? Hij zit al aan de andere kant van de map. Volgens mij is hij gewoon eerder aangereden. Je kan me niet vertellen dat dat niet zo is. Hier is de politie. Die gaat natuurlijk achter mij aan. Niet achter hem. Oh, hier is hij al. Even mijn. Pagani Huayra. Oh, dat is een Regera. Ja, die zal ook wel snel zijn. Die moet er ook nog een keertje aanschaffen. Oh, daar heb je hem al. Dude, kijk hoe hij die bochten nam. Maar kijk hoe ik het deed. Daar gaan we het niet over hebben, jongens. Hebben jullie niet gezien? Nou, hij nam ze super clean. Ik niet. Ik ben ook blij dat ik daar niet het water ben gedoken. Ik heb het eerder gehad toen we van de andere kant af kwamen. Ik weet niet of dit dezelfde race is, maar dan in reverse. Ik ben benieuwd hoe die Regera rijdt in deze game. Want in Forza is het best een irritante auto. Vooral omdat ik dan handgeschaald rijd. Hier is automatisch, dan zal dat misschien wat minder zijn. Maar dan heb je alsnog dat probleem met die power. Dat die heel traag oploopt, omdat je niet echt kan schakelen. Het leek in het begin even van, oké, we hebben geen schijn van kans. Nou kan het nog wel een leuk race worden, want ik denk wel dat die Regera naar terugkomt. Ik geloof niet dat ik vooraan blijf rijden. Maar we rijden er niet, in ieder geval niet hopeloos achteraan. En oh boy, wat is hier gebeurd? Kijk, een bosbrand. Het zou op zich wel iets hebben als deze bossen in de fik zouden staan. Gewoon een beetje als special effect. I mean, it's fucked up, I know. Maar I mean, nou is het afgebrand, dus wat is het verschil? Het ziet er dan alleen nog vetter uit voor de race. Dat je gewoon door zo'n vuurzee heen rijdt. Kijk, als schaam, we rijden gewoon even 360. En ik ben zelfs nog! Oh, nee! Nee! Ik ging zo snel! Ik ga gewoon weer verliezen. Dit gebeurt mij te vaak in dit spel, jongen. Dat ik afslagen mis. Zou het nog kunnen, denk je? I don't know. Dude, dat is zo lastig om te zien. Vooral in die nachtraces. Come on, buddy. Het laatste 10%. Nee. Maat, ik reed de hele tijd het eerste. Dit is zo rampzalig. Waarom? Waarom ben ik zo blind? We hebben al een nieuw event unlocked. New Horizons. Volgens mij is dat gewoon dat heat race dingetje dat we eerder hebben gedaan. Die is niet nieuw. Kijk, er staat een vinkje bij. Deze is niet nieuw. Waar zijn we nou? Oh, we zijn hier boven. Oeh. Weet je, ik rij gelijk weer terug. Ik start deze race en we rijden terug.
Wait a minute. Ik zei net toch dat we eerder een race hadden gedaan die omgedraaid was. Volgens mij is dat deze. Dit is dezelfde race. Maar omgedraaid. Denk ik. En er komt de politieauto aan. I don't care. We starten hem. Het was wel een beetje een raar race net. Vooral in het begin, hoe snel die auto weg was. En dan ineens dat ik weer terug ben en daarna hem niet meer zie. Was raar. Kijken of dat nou weer gebeurt. Moet ik nou meer op de afslagen letten. Ik zie in ieder geval geen Regera mee rijden, dus dat is misschien gunstig. Je hebt ook nog die... Wat heet die ding ook weer? Die covercar. Oh, er staat gewoon een lelijke politieauto stil op de weg. Heel tof. Maar die covercar, ik weet niet precies wat ding heet. Ik vergeet ook zijn naam. Had ik laatst ook al. Die is ook duur, man. Die is 1,4 mil of zo. Why? I don't know. Ik weet ook nog steeds nu die heet. God. Nee, nee. Ah, dat verkeer. Allstar, dat was het. Oh, Jesus. Verkeer is geen pretje. Ga in ieder geval nog derde. Ben ik redelijk blij mee. We hadden daar frontaal kunnen crashen. Ik denk, nou, het is de tunnel of het is een auto. Dan maar de tunnel. Dan rijden we tweede. Oeh. Daar hebben we de P1. Volgens mij de gewone P1, niet de GTR. De GTR heeft volgens mij een andere spoiler, right? Ja, ja, ja. Maar wel. Dit is de cheapo. Sorry! Dat was de cheapo P1. En er staat politie te wachten. Ja, daar heb je hem. Hello, officer! Let me at mij. Kom maar even langs. Ja, ik spaar even mijn nos op. Mocht er iets fout gaan, dan kan ik het nog een beetje recht trekken. Want, dude, er is zoveel om op te letten, jongen. Ik zit nou continu op de minimap te letten, dat ik niet ergens een afslag mis, jongen. Ik raak echt paranoia. Laatste procentjes. Politie zijn we kwijt. Helemaal mooi. Auw. 500 meter. Feels good. Feels good. Nog een winnetje. En zijn we nou gelijk heat level 5? Denk het niet. Denk 4,5. Nog niet eens 4. Wat? Hoe ben ik geen heat level 4? Ik was al 3. Ha. Ik weet ook niet hoe dat zit met die punten. Want ik heb nou 309.000. En ik heb keren gehad waarbij ik misschien net 100.000 had. En ik was heat level 5. Beetje raar. Ik ga hier toch even politie uitdagen. Gewoon even om een beetje te verrekken. Hallo! Ah! Hij is gelijk dood te los. Hey, we zijn hier level 4. Ik weet alleen niet of ik nou nog een nachtrace wil doen. Want ik wil eigenlijk naar binnen gaan. Om die streep op deze auto te gooien. Die witte streep. Ik wil zien hoe dat eruit ziet. Maar als ik naar binnen ga, dan is de nacht voorbij. En dan reset dat heat level volgens mij ook. Dus... Weet je wat we kunnen doen? We gaan naar binnen. Ik gooi die sticker erop. We gaan nog één normale race doen. En dan neem ik er afscheid van jullie. Maar die ene race doen we alleen als jullie nu de video liken. Ik ga wel eerst even naar binnen. Maar die race die gebeurt pas als jullie liken. Denk eraan. Ik wil likes zien. Wait, die streep is blauw. Het is niet verschrikkelijk. Je kan die streep zelf ook gewoon doen, hè? Ik gooi er zelf een streep op. Goedemiddag. Kijk eens aan. Ik heb de livery erop gedaan. Het is een beetje mislukt. Yes. Ten eerste, je kan geen streep op het dak doen. Dus daar zit nou niks. En ten tweede... Ik had een andere streep moeten pakken. Waarschijnlijk... met een zwarte streep in het midden of zo. Dat het een beetje breekt. I don't know. Whatever. We gaan hiervoor racen. En wat voor race dat gaat zijn, dat weet ik nog niet. We zijn momenteel op zoek naar een nieuwe race. Want die race die ik had gezien, die was zo ongelooflijk makkelijk. Dat ik hem niet eens heb afgereden, want dat was saai. En wait. Deze race kennen wij nog. Dit was die race die ik toen had gefaald bij mijn 918. Ha, ik hoor Redemption. Hier werd ik toen helemaal op het einde ingehaald. Kan ik me herinneren. Tijd voor mijn Redemption. En ik heb zo het idee dat dit vrij makkelijk moet gaan worden. Zien we nou ook een hoger level zijn dan toen. Ik weet niet welke auto ik gebruik. Volgens mij die R8. En volgens mij was het de R8. Volgens mij... Die is sowieso ook hoog level. Minstens 380, denk ik.
zijn heel veel scheelt het ook weer niet. Oh. Eerste bocht is altijd een beetje hectisch. En we rijden al tweede. Ja, deze race zal ook niet heel erg lastig zijn. Die race die ik net deed was alleen... Het was een hele lange sprintrace. En ik reed al gelijk na... En dan na 10 seconden eerste. En ik dacht, ja, wat is dan het punt? Kijk, hierbij... We rijden nou ook al eerste. Er zitten wel meer bochten, dus ze zullen toch terugkomen telkens. Maar die rechte stukken, ik was zoveel sneller. Dat is niet eens grappig. En ik wil deze race gewoon winnen. Het feit dat we hem vorige keer gefaald hebben, zit me een beetje dwars. Ik wil mezelf redeemen. Dit is wel een mooie locatie voor races. Je met die tunnel en dan al dat bos eromheen en de bergen. Doe me denken aan... Volgens mij was dat Need for Speed Hot Pursuit, dacht ik. Die had een vette map. Het kan goed zijn dat ik het verkeerd heb, hoor. Maar volgens mij was het die. In ieder geval eentje met politie. Waar je ook als politie kon spelen. En dat was een clean bocht. Hell yeah. Helaas lijkt het erop dat zij inderdaad niet meer gaan inlopen. Jammer dan. En er zijn gewoon echt te weinig races voor level 400. Vandaar dat ik ook bijna geen enkele auto 400 heb. Omdat het dan niet echt leuk meer is. Je bent gewoon te snel. En dat is hier wel duidelijk. Ik weet niet of jullie de nieuwe Need for Speed Unbound gameplay hebben gezien. Voor mij komt het pas vanavond uit. Dus ik heb het nog niet gezien. Ik had wel wat snippets al gezien met al die gekke overdreven power-ups. Of niet power-ups, maar die gekke effecten. Ik weet niet of jullie de game gaan halen, maar als je de game haalt, zet jij die effecten aan of uit? Want ik denk dat ik ze uit ga zetten. Ik zal het in het begin aan laten staan om even te checken, maar ik vind het zo overdreven. En je kan het uitzetten als ik het tweet, dus dat is nice. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Zouden jullie die effecten aan laten staan of niet? Laat me achter in de comments. Dit is in ieder geval het laatste stukje. Dus wij gaan er even lekker vol gas. Gaan we 2 kilometer voor. We hebben onze loss redeemed. En toch nog een windje kunnen pakken hier, hoor. Feels good. Mag ik wel. Nogmaals. 1,8 mil uit te geven. Oh my god. Nummer 2 had level 290. Yeah. Dan is 400 plus wel een tikkeltje overleveld. Maar ja, I don't care. Ik ga hier de video beëindigen. Ik ben super happy met mijn nieuwe auto. We gaan hem misschien nog wel vaker gebruiken. I don't know. Maar, hey, vond je het een leuke video? Laat sowieso een likeje achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe.